De koe van boer Herman is ontsnapt. En ze is al weken zoek. Maar waar kan een volwassen koe zich nou verstoppen? Het schijnt dat ze zich overdag hier schuilhoudt in de bossen. Hermien! Hermien! En 's nachts komt ze tevoorschijn op zoek naar eten. Ja, ik had zelf die koeien verkocht naar een afmestbedrijf in Eibergen. En van de 17 zijn er 2 ontsnapt. Die zijn langs de vrachtwagen heen gevlogen en het ging mis. En na die tijd zijn ze zenuwachtig geworden en zijn ze in het bos gevlucht. En de andere die hebben we inmiddels wel kunnen verdoven via de veearts. Maar deze is nog steeds niet gelukt. Het klinkt als een heel romantisch verhaal, hè, dat die koe uit de handen van de slager wil blijven. Ja, maar dat is absoluut niet zo. Daar heeft die koe absoluut niet door. Ik loop regelmatig rond in het bos en ik weet hem meestal ook wel te traceren. Maar deze morgen kon ik hem ook niet vinden. Ons plan is om volgende week, medio volgende week, de koe nog 1 keer proberen te verdoven met de veearts. En hopelijk dat we hem dan te pakken kunnen krijgen. Als dat niet lukt, wat dan? En als dat niet lukt, zal hij moeten blijven lopen. Tot andere koeien ook weer in het weiland komen. En dat hij hopelijk dat hij zich dan bij de kudde aanvoegt.